Goed, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta. Deze keer gaan we kijken naar opgave 35. Bereken de concentratie OH- in mol per liter in een oplossing met een pH van 9,8. En dat is een standaard berekeningetje, alleen het vervelende is, je hebt hier een pH gekregen en je hebt een pOH nodig om de concentratie OH- te berekenen. Want de concentratie OH- is gelijk aan 10 tot de macht min de pOH. Maar gelukkig ken je het regeltje pH plus pOH is 14. En de pH die is gegeven is 9,8 plus de pOH moet gelijk zijn aan 14. Dus de pOH moet wel gelijk zijn aan 4,2. Dus de concentratie OH- in dit geval is gelijk aan 10 tot de macht min 4,2. En als we dat in gaan vullen in onze rekenmachine. Waar is mijn rekenmachine gebleven en waarom? Nou, ik heb gelukkig niks buiten beeld gezet door dit schermpje hier te laten staan. Maar als ik mijn rekenmachine nu even erbij pak, dan gaan we natuurlijk gewoon zeggen 10 tot de macht min 4,2 is 6,3 maal 10 tot de min 5e mol per liter. Schrijf ik hem er even bij voor de show. Ja, dat doe ik. Dus 6,3 maal 10 tot de min 5e mol per liter of molair. Had allebei gemogen. Goed, het antwoordenvel natuurlijk nog even erbij gepakt. En op het antwoordenvel, daar staat... Hup, antwoordenvelletje. Berekening van de pOH is 14 verminderen met 9,8. En de berekening van de OH- is 10 minder berekende pOH. Of er was een... wat uitgebreidere, die ga ik je nu niet uitleggen. Dat wil ik graag doen als je hier een keer langskomt. Maar dat was de andere manier. Ik hou het hier heel even bij. Je had hem in één significant cijfer mogen geven, zie ik nu. Maar twee significante, wat ik heb gedaan, 6,3, is ook meer dan voldoende. En dan zit je ook veilig, want je mag er één naast zitten. Goed, bedankt voor het kijken naar deze videoles en tot een volgende keer.